Probeer je, try to relax your hands daar. Big smile daar, ja. Yeah. Nice one. Van beroepswielrenner naar professioneel kunstschaatser in de familieshow, dat is toch wel een hele overstap. Nou, laat dat professioneel maar weg. Ik ben nog steeds amateur. Nee, ja, dat is een hele stap. Ik had precies een jaar geleden nooit gedacht dat ik een show zou schaatsen voor Holiday on Ice. Echt super gaaf. En hoe is dat eigenlijk zo gekomen in de samenwerking? Ik denk dat het gekomen is omdat wij samen de show hebben gewonnen. En ja, dat we samen een heel leuk koppel waren en de mensen graag naar ons keken. In ieder geval die reacties die ik allemaal gekregen heb na de show, die waren heel positief. En ja, mensen vonden dat we straalden. Het thema van Tropicana is passie en liefde. Dus ja, dat moeten we toch gaan proberen uit te stralen op het ijs. Dus ik ga mijn best doen. Aan mij zou het niet liggen. Met wielrennen ben jij natuurlijk de prof eigenlijk. Maar nu sta je dan toch tussen allemaal professionele schaatsers. En jij als amateur, hoe is dat? Ik vind het best wel lastig om met allerlei professionals dadelijk op het ijs te staan. Ja, je weet natuurlijk dat je een stuk minder bent dan die mannen. En dames, maar vooral de mannen natuurlijk. En ja, ik zal proberen zo goed mogelijk mijn best te doen. Maar ik denk dat het wel even wennen zou zijn. En dat ik over een bepaalde schroom heen moet stappen. Om je moet gewoon accepteren dat je minder bent. En ik denk dat die mensen het ook wel begrijpen dat je geen professional bent. En ik heb wel gelukkig een sportmentaliteit. Dus ik ga wel keihard trainen en mijn best doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Nou, ik denk dat de Tour de France zwaarder is. Alleen dat is meer routine. Dit is, je stapt uit je eigen comfortzone. En dat is voor mij het lastigste, maar ik denk dat een Tour de France rij zwaarder is.